Zo mensen, nog even een lekker ijsje met mijn meisje. Nou ja, ze heeft een slushpuppy. Ik weet nog dat papa zijn eerste slushpuppy kreeg. Dat was toen nieuw en dan had je bij ons bij de snackbar. En toen had hij voor het eerst in zijn leven, weet je wat hij had? Brain freeze, ken je dat? Ja. Ja, dat je gewoon, dat doet gewoon pijn. En toen wist ik ook gewoon dat ik wel hersenen had. Want bij mij had verteld dat ik die niet had. Hersenloos jong! Prachtig! Dus toen wist ik het zeker. Hé, Demi, je hebt vakantie? Ja. Heb je lekker weekend gehad? Ja. Ga je morgen met papa mee? Beetje werken? Ja. Oké. Okay. Vind ik leuk. En je musical moet je installeren, hè? Want jij speelt een rol samen met Mo, of niet? En nou zijn jullie juwelendieven. En toen hebben ze maar als dieven uitgezocht een Marokkaan en mijn dochter. Beetje stereotyp of niet? Maar Mo is wel een leuk jongen, hè? Jawel, jawel, jawel. Mo is wel een goede zagbi, of niet? Ja, jongen. Nou mensen, ik wens jullie een fijne avond. Wij gaan nog even chillen met z'n tweeën. Ja? Doe even een groet aan Mo, misschien kijkt hij wel. Doei Mo! Niet bij mijn deur komen, jongen! Want alles kan kapot, Mo! Jij ook! Hoes!